Wanneer een kind ziek wordt, is het uiterst kwetsbaar. Als zorgverleners er tijdens de ziekte en het herstel van jonge patiëntjes in slagen om de sterke band tussen ouder en kind te behouden, kent het genezingsproces een gunstiger verloop. Daarom is het zo belangrijk dat de moeder en of de vader in de buurt kunnen blijven. Met vertrouwde gezichten om zich heen, in een kindvriendelijke omgeving, vindt het kind mentale rust. Het staat vast dat een multidisciplinaire geneeskundige benadering de medische zorg bevordert. Het nieuwe laagdrempelige moeder- en kindcentrum dat vandaag in het UZ Antwerpen wordt ingehuldigd, streeft precies al deze doelstellingen na. En het is om die redenen dat ik met genoegen aanvaard om er mijn naam aan te verbinden. Mogen het moeder- en kindcentrum een rustige haven zijn voor de zieke kinderen en voor hun ouders.